transitie naar 100% voorspelbaar onderhoud doen we niet alleen. Hiervoor moeten we samenwerken met onze leveranciers, partners en klanten. Dit maakt het besluitvormingsproces complexer dan het al was. Voor een hogere slagingskans is echter input nodig van al deze betrokken personen of organisaties van het project. Hiervoor hebben we een stakeholderanalyse ontwikkeld, met daarin typische stakeholders die horen bij smart maintenance beslissingen. In deze stakeholderanalyse brengen we alle betrokken partijen in kaart en we klassificeren ze. Zo weten beslissers enerzijds wie de stakeholders zijn, maar ook wat hun inbreng, invloed en houding is. Op basis van deze informatie kunnen de stakeholders op het juiste moment betrekken, maar ook de slaagkans van het project vergroten. Een stakeholderanalyse is voor meerdere doeleinden te gebruiken. Een aantal hiervan zijn het leiden van een organisatie, een verandering doorvoeren, samenstellen van projectgroepen of draagvlak creëren bij tegenstanders. Maar het uiteindelijke doel is op tijd de juiste stakeholders betrekken om tot betere resultaten te komen. En soms ook om de weerstand van belanghebbenden te verkleinen.